Nou Blom, dat is alweer de laatste aflevering hè, van ons South by Southwest magazine. Het lijkt wel zo heel lang als je weggaat, maar als je hier bent, vliegt de tijd. Ja, wie hebben we vandaag? We kijken vandaag terug op South by Southwest, het hele festival. Dat doen we met drie gasten. We hebben onder andere Werner Vogels, de CTO van Amazon. En wie hebben we nog meer? We hebben Jeroen van Erp, hij is van Fabriek. En we hebben Michiel Buitelaar. Ja, blijf kijken dus. Je hoeveelste South by Southwest is dit? Ik weet het niet zeker, maar ik dacht mijn 15e. En ik was hier voor het eerst in 95, dus 20 jaar geleden. Mijn grootste frustratie eigenlijk bijna met South by Southwest. Er zijn zoveel coole dingen die tegelijkertijd gebeuren. Dus ik weet niet of je in de social of in de scheduling app gegaan bent. En dan klik je alle dingen aan die je wilt doen. En dan zie je hoeveel dingen je eigenlijk wil zien om 9:30 's morgens. Het is echt een heel apart mengsel van hele verschillende dingen. Die allemaal iets met online technologie en dergelijke van doen hebben. Maar het is ongekend breed. En wat ik er heel aardig aan vind, is dat wat mij betreft hangt er een sfeer van wij gaan de wereld veranderen. Nou, dit is een plaats waar je zoveel mensen bij elkaar kunt vinden. Mensen die interessante verhalen te vertellen hebben. Mensen die voor mij dan in ieder geval, ja, mij bereid zijn om feedback te geven aan mij van dit moet je beter doen, dat moet jullie anders doen, dat moet je zo doen. En of dat nou aan de cloud kant is, of dat het nou aan de retail kant is, of wat dan ook. Maar of mensen die gewoon interessant, die gewoon willen weten van zijn die drones nou echt? Ga je dat nou echt doen? Ja, en waarbij je ze kunt vertellen, gewoon het verhaal kunt vertellen over. Ik bedoel, wij proberen continu te innoveren. Ja? Als je blijft op je lauweren, blijft rusten. Als internetcompany ga je dood. Wat ik ook heel opvallend vind, is dat de advertising agencies zich enorm roeren dit jaar. Sowieso de Amerikaanse agencies zijn er en masse. Alle grote netwerken zijn er. En die doen een aantal dingen. Die zijn zich enorm aan het bemoeien met big data. Om daar slimme dingen mee te doen. En de advertising industrie is natuurlijk ook een industrie die zichzelf opnieuw moet uitvinden. Dus hier is. Dus dat onderschrijft heel erg de theoretten. Als het slecht gaat met je sector, dan is het Austin the place to go. Als Amazon niet blijft innoveren, zijn we over 5 jaar uit de markt. Ja, zo snel? En daarvoor ben jij ook hier. Om te weten op welk gebied je moet innoveren. Nou, dat niet. Ik denk dat we dat zelf al weten hoor. Ja. Maar de feedback te nemen van klanten, inderdaad, absoluut. Laat ik één keerzijde noemen. Ik heb ook voorbeelden gezien hier van veranderingen waarvan ik denk dat de aanbieders dat misschien nog wel kunnen en de technologie dat ook mogelijk maakt. Maar ik denk zelf dat het absorptievermogen van consumenten ook wezenlijk beperkt is. Dat wil zeggen, je kunt niet elke dag, elke week, elke maand met hele nieuwe producten komen. Want dat kunnen mensen gewoon helemaal niet absorberen. Kijk, Amerika is een land van schaal. Dat betekent dat als je iets bedenkt wat een klein beetje afwijkt van wat er al is, kun je al een enorme business opstarten. En in dat opzicht vond ik het interessant om de jongen van Lyft te zien. De concurrent van Uber. Die op een hele andere manier opereert. Een heel andere persoon, een hele sympathieke gast. Die dus zegt, joh, wij willen gewoon goed vervoer regelen, wij willen goed doen voor de wereld. Ons doel is om transport te verbeteren, niet zozeer om conversie op taxiritjes af te kunnen rekenen. Het ging niet over Lyft, maar het ging over hoe werkt transport op deze planeet en waar zitten de grote inefficiencies in dat transport en wat kan je daar nou mee? En dat vond ik, weet je, de why-vraag, die feitelijk niet eens over Lyft gaat, maar over hoe kan je nou andere organisatievormen creëren waarbij die 95% van de auto's die 95% van de tijd stilstaat en een paar procent van de tijd dat ze gebruikt worden door één persoon worden gebruikt. Wat kan je nou allemaal doen met slimme technologie en slimme trucs om die gruwelijke inefficiëntie op deze planeet om die te verbeteren? Kijk naar wat zijn de top consumer brands op dit moment. Is het Four Seasons? Nee, is Airbnb. Ja, het is Airbnb, het is Uber, het is Dropbox, het is whatever. Het zijn de jonge bedrijven die de top consumer namen aan het worden zijn. Die bestonden niet 5 jaar geleden. Dus kun je nadenken, wat is er over 5 jaar? Het gaat alleen maar sneller. Wezenlijk stilstaan kan niet. Nogmaals het voorbeeld van Airbnb, maar zo zijn er nog meerdere geweest. Maar ook bijvoorbeeld een bedrijf als Uber, dat is relatief jong, maar dat heeft volgens mij in zijn korte bestaan al hele grote vernieuwingsslagen doorgemaakt. En dat moet waarschijnlijk ook wel. Ja. Heel interessant dat Philips hier staat. Want Philips is eigenlijk een van de
bedrijven, grotere bedrijven, die snapt dat je gewoon goede ideeën moet gaan bedenken en die naar de markt proberen te brengen. En dus zowel bottom-up, top-down naar elkaar brengen. En dat doen ze hier in Amerika ook. En ze claimen heel erg dat health domein. En dat doen ze goed. Eigenlijk is Philips heeft eigenlijk een heleboel start-ups in zichzelf. En dat is daarom is het volkomen logisch dat ze hier staan en ook heel geloofwaardig. Ik heb zelf ook bij een groot bedrijf gewerkt en wij vonden dat ook heel praktisch en inspirerend om hier rond te lopen en om naar die kleintjes te kijken en te kijken wat we ervan konden leren. Dus ik vind het op zich wel logisch. Maar of die nou de grote stappen van die grote bedrijven moet verwachten, dat waag ik te betwijfelen. We hebben een principle dat heet de institutional yes. Ik weet niet of je ooit in een kamer gezeten hebt met iemand die iets nieuws voorstelt. Ja, en dan kun je er donder op zeggen dat er iemand daar zit die zegt van, that won't work. That's not, no, no, it's not, no, that's not us. We don't do that kind of shit. Ja. En wij hebben gezorgd dat we een patroon hebben daar, of een principe hebben, dat degene die het wil blokken, moet al het harde werk doen. Ja, degene die iets nieuws voorstelt, moet dan heel hard gaan lopen werken om iedereen te overtuigen dat dit iets is wat je zou moeten doen. Ja, wij doen het omgekeerd. Wij zeggen van oké, als je een nieuw idee hebt, gaan we doen. Tenzij iemand zo hard wil werken om het tegen te houden. Ja, geloof me, dat kilt 95% van de nee-zeggers. Als iemand daar helemaal in de top zoiets krachtigs zegt, dat werkt waarschijnlijk wel. Ik weet niet of dat dus in alle organisaties is. Maar goed, laat ik geen bezwaren opwerpen. Nu zit ik al in de verkeerde modus. Het lijkt me een heel goed idee. Mits dat van bovenaf met enig goed bedoeld geweld erin gerost wordt. Dus als dat nou iemand is met een vrij grote knuppel. Die ja-maar-zeggers dan vrij hardhandig in de nek weet te raken. Dan denk ik dat dat een heel goed idee is. Maar laat hem daar alsjeblieft dan volgend jaar over vertellen. Want volgens mij lopen er hier tientallen organisaties rond die dat eigenlijk ook het liefst zouden willen. Ik kan niet namens Philips spreken, maar ik heb een vrij sterk vermoeden dat men daar ook dingen wil. En dat ze heel veel meer willen dan er nu uitkomt. En dat is denk ik het lot van bijna alle grote organisaties. Dus laat Werner dat maar komen vertellen. Dat doet hij de wereld een plezier mee. Tegelijkertijd had mijn collega Martijn van der Heijden, die hier gesproken heeft, ook een heel interessante observatie. Die zei, eigenlijk is South by Southwest eigenlijk een soort wereldexpo geworden. Kijk, een wereldexpo is georganiseerd op landenniveau. Vroeger waren het de landen die de dienst uitmaakten. En hier maken sectoren de dienst uit, grote corporates maken de dienst uit. Eigenlijk is dit een soort nieuwe vorm van een wereldexpo waar van alles gebeurt. En zeker nu ze die domeinen aan het uitbreiden zijn. Ja, en het is heel interessant, als creatieve industrie zijn we in Nederland eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd in de komende wereldexpo. Maar hier lopen gewoon 300 man rond. Zoveel, zullen we zeggen, creativiteit op één plaats, zoveel energie op één plek. Dat het maakt niet uit of je in de bar staat en je draait je om en je ontmoet iemand anders. Harper Reed staat daar. Je draait je nog een keer om en zullen we zeggen, iemand van Netflix staat daar om een verhaal te houden. En zo, je kunt continu zullen we zeggen, praten met mensen die fantastische dingen doen en die heel erg inspirerend zijn. Nou, ik geloof dat ik het nu 3 of 4 keer heb meegemaakt en ik vond het alle keer zeer waardevol. Dus ik denk wel dat ik gewoon weer ga. Ja. Ik vind het is heel verfrissend voor mij. Ik heb het gevoel dat ik in mijn dagelijkse werk af en toe ondergedompeld raak in allemaal, laten we zeggen, pietluttig glazen. Dat is ook prima, zo hoort dat. Maar daar af en toe aan ontsnappen en het hoofd openzetten en dan zo'n stortvloed aan ideeën over je heen krijgen. In een goed georganiseerde sfeer. Het is ook nog een beetje aangenaam weer. Je rijdt dus rond op de fiets en dit en dat. Zeg Blom, we hebben nu 3 mensen gehad die ons hebben verteld wat voor conclusies ze hebben getrokken uit South by Southwest Interactive. Wat vond jij er eigenlijk van? Ja, ik vind het leuk. Ik vond het goed. Ik vind het namelijk mooi dat het weer breder is en dat er weer nieuwe terreinen ontdekt en worden onderzocht worden. Want het dreigde een beetje het festival te worden, vond ik, van de social media. Dat had ik op een gegeven moment zelf ook wel een klein beetje gehad. Dat verhaal kennen we nu wel. Maar nu zijn al die andere terreinen bijgekomen, zoals de Internet of Things,
De connected cars, het ging heel erg over wearables, het ging heel erg over drones. De biotechnologie komt erbij, dus de medische wereld komt erbij, de sport komt erbij. Ik had echt het gevoel, we zijn weer nieuwe gebieden aan het bekijken. En jij? Ja, nou, ik heb toch ook wel weer een hoop interessante trends gezien. Het viel me nu op dat alles over data ging. Ja. Vorig jaar begon dat al een beetje, maar vorig jaar vond ik nog heel erg over wearables en nog veel social. Dat was deze keer eigenlijk alleen maar data. Dus dwars overal doorheen, of het nou de sport was of de accelerators, waar je zag dat mensen allemaal met algoritmes en data proberen processen te automatiseren. En dat heeft me ook wel weer aan het denken gezet, dat we op dat gebied de komende jaren denk ik nog heel veel kunnen verwachten. En dat vind ik toch knap, hè? Want ook de mensen die net aan het woord kwamen, en wij ook, we komen hier al jaren. En ik vind het knap dat ze hier toch een kans zien om het, om het fris, anders en uitdagend te houden. Ja, nou, volgend jaar weer? Absoluut. Ja, vind ik ook, hè.